het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Voor die tijd inderdaad beter bekend misschien bij jullie als VI, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. En die naamswijziging heeft natuurlijk alles te maken met ook onze verschuivende taak van ja, weg van de volkscultuur, zou je kunnen zeggen, richting de UNESCO-conventie, waarvoor wij ook een speciale taak hebben in Nederland. Wij coördineren bijvoorbeeld de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. En wij zijn ook op verzoek van OCNW een kenniscentrum dat zich ook bezighoudt met onafhankelijke kennisontwikkeling over al die zaken die met immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedborging te maken hebben. Goed. Riet of een aantal mensen hebben al gezegd dat vanaf het begin in Nederland diversiteit voor die nationale inventaris een belangrijk desideratum was, een belangrijke wens. He, in tegenstelling tot die internationale lijst, wij wilden graag een lijst die wat meer divers is en meer dan alleen de usual suspects omvat. We hebben daar vanaf het begin hard aan getrokken. Ik kan me herinneren toen Nederland in 2012 de conventie ratificeerde, dat we toen een studiedag hadden in Deurne, waar ook de staatssecretaris, die dat verdrag had ondertekend namens Nederland, was, Halbe Zijlstra. En we hadden toen op de tweede dag hadden we bijvoorbeeld een excursie naar de graffiti-hoofdstad van Nederland, namelijk Eindhoven. En daar was een leuke voordracht over graffiti van een aantal mensen daar. En onze wens was natuurlijk duidelijk, wij willen graag dat ook dat soort dingen op de inventaris komen. En nou draaien molens soms heel traag en tot nu toe staat het er niet op. Maar ik kan wel nu zeggen trouwens dat sinds een aantal weken een aantal mensen uit de Amsterdamse graffiti-scene in combinatie met een paar Eindhovense mensen zo'n voordracht aan het voorbereiden zijn over graffiti. Daar ben ik heel blij mee. Riet noemde ook al een paar voorbeelden die er nu opstaan, zoals de Maroncultuur. Henna zou je aan kunnen toevoegen. Anjissa binden, dat zijn allemaal tradities die ook op die nationale inventaris zijn terechtgekomen. Als ik daar nu op terugkijk, heb ik de neiging om te denken, zeker in het licht van het ochtendprogramma, dat wij misschien toch een beetje op een multicultureel diverse wijze invulling hebben gegeven aan die diversiteitsgedachte. Dus dat we toch een beetje zijn uitgegaan, onbewust denk ik, van het zijn toch naast elkaar bestaande culturen, de Maroncultuur, en die moeten op de inventaris komen. En zo bereik je diversiteit. Inmiddels denken evolueert natuurlijk en zijn we en in dat denken, in de evolutie van het denken, heeft een hele belangrijke rol voor ons gespeeld een geplande voordracht nu van de Westkruiskade in Rotterdam. En de Westkruiskade zal ik zo wat meer over zeggen, maar dat is een typisch superdiverse wijk van meer dan 160 etniciteiten. Ja, ik gebruik het woord etniciteit, ik viel me op dat jij het woord nationaliteiten gebruikte. En dat stelt toch voor bepaalde vragen van wat is eigenlijk immaterieel erfgoed in zo'n wijk, in zo'n superdiverse wijk? Wat is een gemeenschap die erachter zit? Wat voor immaterieel erfgoed wordt naar voren geschoven? En vervolgens, wat safeguard je eigenlijk? En op welke manier safeguard je? Ik zal niet pretenderen dat wij al uit die discussie zijn. We hebben vorig jaar een uitgebreide studiedag ook over dat onderwerp gehad. Twee zelfs trouwens. En één wat meer reflectief en de ander wat meer naar de erfgoeddragers in die wijk. En dus dat denken erover evalueert steeds verder. En dat geldt ook, het is volgens mij ook altijd een combinatie tussen denken over en in de praktijk brengen. En dat is iets waar ons centrum zich hard voor probeert te maken. En dat denken over, dat proberen wij bijvoorbeeld via volkskunde te doen. Ik zit al sinds jaar en dag in de redactie van volkskunde, sinds 2002 als ik me niet vergis. En sinds de laatste redactievernieuwing hebben we ook afgesproken van, goh, kijk, het tijd gaat natuurlijk over de cultuur van het dagelijks leven in het algemeen. Maar we willen ook aandacht besteden aan vraagstukken rondom immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedborging. Politieke implicaties daarvan of implicaties voor erfgoedprofessionals. En eind 2014 hadden we een internationaal georiënteerd nummer. Samen ook met Jorijn trouwens en Mark Jacob samengesteld in de gastredactie. En dat ging over cultural brokerage. Dat ging over onze rol als erfgoedbemiddelaar in dat veld van safeguarding. En dit jaar hebben we dan dat nummer over diversiteit en wat voor ons dus vanuit die Westkruiskade geredeneerd een heel belangrijk punt is. En waar we gewoon ook met anderen over willen nadenken van hoe kunnen wij daarmee omgaan.
En zo'n nummer als Van Volkskunde past daarin. Hoe kan je daarmee omgaan? Om het denken erover te bevorderen. Maar ook deze studiedag past erin. En ik ben ook heel blij dat we daarin ook heel goed kunnen optrekken met onze mensen uit Vlaanderen. Maar ook met andere landen. Hè. Dat nummer over Cultural Brokers, daar waren bijdragen bij uit Oeganda. Noem maar op, de hele wereld is natuurlijk verenigd ook in die UNESCO-conventie. En zien we ook altijd op die IGH NGO Forum meetings. Goed. Kijk, we hebben het nu over het thema diversiteit en superdiversiteit. En ik zou het vooral over die superdiversiteit willen hebben. Of eigenlijk, omdat Jasmijn zo nog na mij komt, wat minder misschien over superdiversiteit en wat meer over hybriditeit. En hoe je daarmee moet omgaan. Over die UNESCO-conventie heeft Jorijn al een heleboel gezegd. Wat ik interessant vind van die conventie, het biedt een internationaal perspectief. In tegenstelling tot een nationaal perspectief. Waar bijvoorbeeld discussies in Nederland zijn over diversiteit worden toch nog te vaak, vind ik zelf, vanuit een nationaal perspectief gevoerd. Van wie zijn Nederlanders, wie niet en inclusiviteit, et cetera. De UNESCO-conventie biedt in ieder geval een soort opstapje om er wat meer, om boven die natiegedachte uit te stijgen. En om er op een internationale manier met elkaar over te spreken. En de conventie noemt niet voor niks gemeenschappen en niet naties. Het gaat om gemeenschappen. Wel het risico natuurlijk, en wat ik net ook al in samenhang met onze eigen activiteiten noemde, het risico dat je die diversiteit opvat als een samenspel van verschillende culturen, die eigenlijk los van elkaar staan en ook eigenlijk heel essentialistisch worden geïnterpreteerd. Dat risico zit in onszelf, maar zit heel duidelijk ook in de UNESCO-conventie, zoals Jorijn vanmorgen liet zien. En die, aan de hand van die begrippen superdiversiteit en hybriditeit, wil ik eigenlijk proberen om een soort update te doen van die UNESCO-conventie. Wat is eigenlijk nodig dat die UNESCO-conventie ook kan aansluiten bij de realiteit van vandaag? En ik ben daar niet pessimistisch over. Er zijn sommige mensen die zijn er erg pessimistisch over. Die zeggen van nou, dat lukt je nooit binnen UNESCO en dat is een verloren strijd. Maar ik geloof dat er voldoende aanknopingspunten zitten al in die conventietekst om toch een wat meer actieve interpretatie te geven van wat bijvoorbeeld een gemeenschap is en wat bijvoorbeeld safeguard is. Goed. Nou ja, Steven, daar hebben we het al uitgebreid over gehad vanmorgen. Jasmijn gaat er zo nog op in, denk ik. Een beetje, maar in ieder geval, Dirk heeft er al uitgebreid wat over gezegd. Voor ons was het voorbeeld dus inderdaad interessant vanwege die Westkruiskade. Wij hebben veel contacten natuurlijk in Rotterdam en op een bepaald moment kwam daar de gedachte op van een clubje mensen in de Westkruiskade. Wij willen het immaterieel erfgoed van de Westkruiskade voordragen voor de nationale inventaris. Ja, dat zet je meteen aan het denken natuurlijk van, maar wat gaan jullie dan voordragen? En door wie wordt het eigenlijk gedragen? En dan hebben ze bij ons nog dat ze een erfgoedzorgplan moeten maken, hè, dat ze nadenken over hun traditie of over hun tradities. Hoe ze daarmee omgaan richting de toekomst, op een toekomstgerichte manier, wat ze daarvoor aan faciliterende dingen bijvoorbeeld gaan organiseren. Maar dat is ook lastig in dit verband, van hoe safeguard je 160 etniciteiten? Is dat de bedoeling eigenlijk, 160 etniciteiten safeguarden? Als je het op zou vatten misschien in die multicultureel diverse zin, dan moet je misschien 160 etniciteiten gaan inventariseren met al hun tradities. En dan heb je dus een voordracht van hier tot Tokio. En je kan je nog afvragen of zo'n voordracht ook nog aansluit bij de realiteit. plaats noem ik nog even. Vorig jaar heb ik al een lezing erover gegeven. Er zijn ook mensen die zeggen van plaats is eigenlijk niet meer belangrijk in het discours over erfgoed. Want we zijn allemaal cosmopolieten, we zitten allemaal op internet. Dus plaats doet eigenlijk niet meer de zaken. Volgens mij leert het voorbeeld van de Westkruiskade dat plaats wel de zaken doet. En dat het lokale niveau bijvoorbeeld echt een soort platform is of een soort van ontmoetingsplek waar al die superdiverse culturen samenkomen en ook tot een soort van uitwisseling komen met elkaar. Want het moet toch geleefd worden in die wijk en dat leven in zo'n wijk omvat ook volgens mij omgang met erfgoed. Want dat merkten we ook al aan de Westkruiskade. Er worden wel dingen naar voren geschoven van dit is voor ons belangrijk. Want dan vragen we ook van goh, wat is voor jullie belangrijk? Waar identificeren jullie mee als wijk dan? Want dat zijn dan dingen die jullie naar voren moeten schuiven. Dus dat zet toch aan het denken.
Nou, dat safeguarden wat en hoe, dat blijft lastig. Wij proberen daar een soort van oplossing voor te vinden, waar ik misschien later nog wat over kan zeggen. Wat in ieder geval duidelijk is, superdiversiteit is dus niet het naast elkaar bestaan van minderheidsculturen, die los van elkaar en onafhankelijk van elkaar hun erfgoed beleven op de een of andere manier. Het is veel meer, je moet veel meer op zoek gaan naar een soort van uitwisseling, contact, dynamiek, ontwikkeling en misschien wat van wat vluchtigere netwerken dan waar misschien UNESCO aan denkt. Dus meer uitwisseling en dynamiek, vluchtige, dynamische gemeenschappen. En gemeenschappen is een woord wat in de UNESCO-conventie eigenlijk niet wordt uitgelegd, of uitgewerkt moet ik zeggen. Dat biedt volgens mij wel als voordeel dat je er alle kanten mee op kunt. Ook de superdiverse kant, zal ik maar zeggen. Dus, en dat proberen wij nu te doen. De Westkruiskade, ik heb er een apart artikel over geschreven wat nog gepubliceerd moet worden. En ik heb daar toen ook die lezing over gehouden. In het boekje wat nu gepubliceerd is, heb ik het vooral over een ander voorbeeld genoemd. Wat al wel op de Nationale Inventaris staat. Het voorbeeld henna. Henna-cultuur. En voor mij was dat voorbeeld heel interessant en boeiend. Omdat het mij in aanraking bracht met allerlei theorievorming over hybriditeit. Want dat is een andere uitdaging volgens mij waar we voor staan. Dus superdiversiteit is één uitdaging, maar het vraagstuk of, of de uitdaging van de hybriditeit is een ander punt. En die hybriditeit, als je die, ik weet niet of jullie het stuk al gelezen hebben trouwens, maar als je er is een voordracht van een Marokkaanse of een Rotterdamse henna-kunstenares van Marokkaanse achtergrond, in Rotterdam werkend en wonend. En als je dan haar voordracht leest, dan gaat het over van, ik ben weliswaar van Marokkaanse afkomst, maar ik laat me inspireren door Marokkaanse tradities, ik laat me inspireren door India's tradities. En ik heb ook contact met al die andere mensen over de hele wereld in West-Europa. Want zij werkt in Rotterdam, maar je hebt henna kunstenaressen in alle grote steden van de wereld, van Berlijn tot Londen. En die hebben allemaal ook contact met elkaar en wisselen ook dingen uit. Wat ik van haar ook interessant vond, en zij wil dus richting safeguarding, wil ze ook werken aan van, goh, hoe kun je die tradities, hoe kunnen die elkaar misschien bevruchten op de een of andere manier, hoe kun je tot een soort nieuwe, iets nieuws komen ook wat dat betreft. Wat ik van haar ook interessant vond, zeg maar, ontwierp ook, wat dat betreft is zo'n gemeenschap natuurlijk ook veel vloeiender en diverser geworden. Want voor wie maakt ze die dingen eigenlijk? Nou, voor iedereen die vraagt aan haar van, willen jullie een henna-ontwerp hebben? Nou ja, bijvoorbeeld zwangere vrouwen bijvoorbeeld die dingen op hun buik laten tatoeëren. Maar ze ontwierp bijvoorbeeld ook kerstballen. Wat je niet onmiddellijk zal plaatsen in een traditie uit Marokko. Dus zij gaat er heel creatief en heel op een hele, wat mij betreft, manier mee om die aansluit bij dat superdiverse van nu eigenlijk. Hè. Dus superdiverse is niet alleen maar heel veel verschillende etniciteiten, maar het is ook heel veel meer uitwisseling van allerlei tradities in een soort nieuwe bricolage eigenlijk, bij wijze van spreken. Dus hybriditeit, ja, je kan je afvragen van, is dat nou misschien een bedreiging voor immaterieel erfgoed? De UNESCO-conventie heeft de neiging om globalisering te zien als een soort bedreiging voor toch wel essentialistisch opgevatte tradities die misschien mogelijk verdwijnen door het proces van globalisering. Maar je kan het natuurlijk ook zien als een soort uitdaging en het ontstaan van nieuwe creatieve vormen. En volgens mij is henna daar een heel mooi voorbeeld van. En ik ben ook blij dat zij dat ons heeft voorgedragen. Goed. Nou vroeg ik me net al af van, goh, is dat nou... Er zijn mensen in Nederland ook die heel negatief zijn over de UNESCO-conventie. Die verwerpen hem al automatisch bij wijze van spreken. Dat gaat natuurlijk alleen maar over naties die zichzelf willen profileren op het internationale toernooi. Op het internationale toneel. En vanuit nationalistische motieven, misschien ook nog vanuit commerciële motieven enzovoort. Maar het gaat over gemeenschappen. En die gemeenschappen worden vaak wel binnen UNESCO-verband, dat zie ik ook wel aan die internationale voordracht, vaak wel op een essentialistische manier opgevat in de hoofden van mensen. Maar gemeenschappen, er was in 2006 al een expert meeting over wat is eigenlijk een gemeenschap. En daar geven ze eigenlijk definities die volgens mij veel meer aansluiten bij het vluchtige gemeenschapsbegrip, wat ik zou willen voorstaan, dan bij dat traditioneel gedachte begrip van community. Communities are networks of people.
whose sense of identity, enzovoort. Dus networks of people, dat suggereert al veel meer iets fluïdes dan het zijn vastgestelde traditionele gemeenschappen, wonend op een bepaalde plaats en nooit verandering in. En het tweede is van, hoe identificeer en definieer je eigenlijk immaterieel goed? Dat is niet iets wat van bovenaf, van dit is de Maron-cultuur of zo. Nee, het is een negotiation process between different stakeholders. En dat komt alweer nog eens heel dichtbij, eigenlijk het punt van, het is iets wat groeit en wat tot stand komt in onderlinge dialoog. En in onderling, en soms ook in onderlinge strijd trouwens, voor de duidelijkheid. Hè? Dat merk je ook aan de Zwarte Piet discussie bijvoorbeeld. En dat maakt het eigenlijk interessant. Maar dat sluit tegelijkertijd ook aan bij die hele toekomstgerichte visie van UNESCO op van hoe kan je safeguarden. Safeguarden is niet protection. Ze hebben ook niet voor niks voor het safeguarding gekozen. Safeguarding is op een toekomstgerichte manier. En dat is altijd in ontwikkeling als je van betekenis wil blijven in een samenleving hier en nu. En nou, Dirk Geldof zei net van, goh, superdiversiteit, dat is gewoon de realiteit, daar heb je mee te dealen. Daar heeft die UNESCO-conventie ook mee te dealen. En dat is niet negatief overigens, dat is ook positief. En hier sluit ik aan bij eigenlijk een van de belangrijkste denkers over hybriditeit, Homi Kabapa. En die heeft ter gelegenheid van 10 jaar bestaan van de UNESCO-conventie voor de culturele diversiteit, heeft hij daar een interessant stuk over geschreven, over hybriditeit. Geen bedreiging, nee. Hybriditeit is evolving dynamics of creativity in plural societies. En dat is precies waar het volgens mij om gaat als je het over immaterieel erfgoed hebt, safeguarding hebt in een super diverse samenleving. Daar wou ik het bij laten.